Hortobal is het verhaal van een boer die na 8 jaar uit Amerika terugkeert naar zijn dorp in de Karpaten. Hij heeft in de mijnen gewerkt om geld te verdienen voor zijn vrouw en dochtertje en komt met grote verwachtingen thuis. Maar daar wordt hij niet met open armen ontvangen. De knecht bestiert de boerderij en lijkt ook in de harten van vrouw en kind de plaats van de echtgenoot en de vader te hebben ingenomen. Čapek heeft zijn roman in 3 boeken verdeeld. Het eerste boek heeft verreweg de grootste omvang. Hierin maak je kennis met de innerlijke wereld van Juraj Hortobal. Je ziet het land en het dorp met zijn bewoners door zijn ogen. Terwijl je daarin meegaat, zie je ook al gauw dat zijn perspectief naïeve, onbetrouwbare kantjes heeft. Het loopt slecht af met Juraj. Aan het begin van het tweede boek kom je te weten dat hij is vermoord. De innerlijke monoloog is tot een abrupt einde gekomen, want Hortobal, en daarmee zijn bewustzijn, is niet meer. In boek 2 schakelt Čapek over op een ander genre, dat van de detective-roman. En dat is heel toepasselijk, want vanaf het moment dat het subject niet meer is, neemt de zakelijke, objectieve buitenwereld het over om de puzzel van de moord op te lossen. Dat proberen de gendarmen althans, en dat ze daar niet in slagen, is precies wat Čapek je wil laten zien. Het unieke, individuele bewustzijn van een mens, van ieder mens, is niet te reconstrueren uit een reeks feiten, noch uit de getuigenissen van anderen. Dat laatste wordt ook pijnlijk duidelijk in het derde boek. Dit heeft de vorm van een verslag van een rechtszitting, waarin het hele dorp zijn zegje komt doen over de boer, zijn vrouw en de knecht. Ik lees een fragment voor uit het voorlaatste hoofdstuk van boek 1. De zieke Hortobal is naar de Alpenweide getrokken om de herder Misha op te zoeken, van wie gezegd wordt dat hij een ziener is. Hortobals voorhoofd is ineens nat van het zweet. Hij voelt zich zwak en gelukzalig tegelijk. Wat ik niet allemaal over Amerika zou kunnen vertellen, Misha, zegt hij. Veel ben ik vergeten, maar wacht, ik kom er wel weer op. Misha legt stilzwijgend hout op het vuur. Hortobal ademt vluchtig en brabbelt in zijn slaap. Buiten houdt het langzaam op met regenen, tot er alleen uit de sparren achter de hut nog zware druppels vallen. En de nevels drijven verder. Zo nu en dan loeit er een os en gaat Čubaj kijken of de kudde veilig is. Misha voelt iets in zijn rug. Het is Hortobals blik. Juraj slaapt al een poosje niet meer en kijkt met holle ogen. Zeg eens, Misha, spreekt hij schor. Mag een mens zijn eigen leven nemen? Wat? Of een mens zijn eigen leven mag nemen? Waarvoor? Om aan zijn gedachten te ontkomen. Er zijn van die gedachten, Misha, die niet in je thuis horen. Je denkt bijvoorbeeld dat ze gelogen heeft, dat ze niet bij de buren was. Juraj's mond vertrekt zich enigszins. Misha, brengt hij schor uit, hoe kom ik er vanaf? Misha knippert peinzend met zijn ogen. Tja, moeilijke zaak. Je moet tot aan het einde denken. En als er aan het einde nu alleen maar het einde is, mag je dan zelf een einde aanmaken? Niet nodig, zegt Misha langzaam. Waarvoor? Je gaat toch wel dood. En gauw? Als je het weten wilt, gauw. Misha is opgestaan en loopt de hut uit. Slaap nu maar, zegt hij, terwijl hij zich in de deuropening omdraait en dan verdwijnt, als in de wolken. Hortobal probeert op te staan. God zij geprezen, het gaat al beter. Alleen zijn hoofd duizelt en zijn lijf voelt zo raar slap aan, alsof het enkel uit lappen bestaat. Juraj tuimelt naar buiten, de mist in. Je ziet niets, je hoort enkel het geklingel van de kudden. Duizenden ossen grazen in de wolken en laten hun bellen luiden. Juraj loopt en loopt en weet eigenlijk niet waarheen.
Ik moet toch naar huis terug, denkt hij, en daarom moet hij lopen. Hij weet echter niet of hij omhoog of omlaag loopt. Zeker omlaag, want het is alsof hij valt. Zeker al maar ergens omhoog, want het kost moeite en zijn adem gaat zwaar. Ach, het doet er niet toe, gewoon naar huis. En Juraj Hortubal gaat onder in de wolken.